Welkom bij weer een nieuwe aflevering van That's DIY. Vandaag gaan we het hebben over de houtschaaf. De meeste van jullie zullen hem waarschijnlijk al eens gezien hebben en dat kan ook niet anders, want er is een vondst gedaan van een houtschaaf die dateert uit het jaar 80 à 200. Dus we gaan er wel een tijdje mee. Ik ga laten zien hoe ze in elkaar zitten, hoe de onderdelen heten en hoe je hem afstelt. Om te beginnen gaan we deze houtschaaf alles uit elkaar halen. Bij deze variant kan dat door hier het hendeltje omhoog te doen en dit onderdeel, ook wel genaamd de dekbeitel, omhoog te trekken. Vervolgens hebben we dit setje dat bestaat uit een keerbeitel en een schaafbeitel. En dan blijven we over met de zool, de mond, het wieletje hier van achter wordt ook wel een stelmoer genoemd. Het schuine gedeelte wordt de kikker genoemd en dan het hendeltje hier heet een richthefboom. Naast de ijzeren versie bestaat er ook een houten variant. Om de houten variant los te krijgen vind je hier meestal aan de achterkant een stukje staal. En als je daar met de hamer op tikt, komt die los. Om te beginnen hebben we hier een spie. Dan net zoals de ijzeren variant een setje dat bestaat uit de schaafbeitel en een keerbeitel. De zool, aan de onderkant ook weer de mond en het schuine gedeelte de kikker. Zoals je hebt gezien zit hier wel wat minder onderdelen in als de ijzeren variant. Dan heb ik hier ook nog een ijzeren variant die vrijwel overeenkomt met de houten variant. En dat bedoel ik op het vlak van afstellen. Om deze nu uit elkaar te halen zit hier van achter een wieletje. En als je die opendraait, komt deze eruit. En ik noem het maar een dekbeitel / keerbeitel. Want deze schaafbeitel is niet voorzien van een keerbeitel. Wel, net zoals alle andere, de zool, de mond en een kikker. Ik heb het al een aantal keren over een schaaf en een keerbeitel gehad, maar wat is dit nu precies? We gaan ze eens uit elkaar halen. Daarvoor kan je je dekbeitel gebruiken en hier van achter zie je een moer. En zo kan je hem opendraaien. Voor hem eraf te halen doe ik hem meestal naar achter en dan draai ik hem en doe ik hem naar voren om contact met het mes te voorkomen. Hier hebben we de keerbeitel en de schaafbeitel. Nou, de keerbeitel, zoals ik er straks al zei, zit een kromming in. En die zorgt er eigenlijk voor dat je verspaning omhoog wordt gedrukt tijdens het schaven. Deze moet wel correct afgesteld worden om natuurlijk het beste resultaat te bekomen. En hoe kan je dit nu doen? Hier zie je een rondje zitten. Daar kan je je bout in doen. Dan draai ik hem meestal naar beneden. En dan pas draai ik hem om contact met het mes te voorkomen. En dan schuif ik hem omhoog. Totdat de afstand van je schaafbeitel tot de keerbeitel ongeveer een luciferhoutje dik bedraagt. Nou, ik zou zeggen zoiets. Dan hou ik hem stevig vast en pak ik terug mijn dekbeitel om hem vervolgens vast te draaien. Draai hem niet te vast, want zoals je maar kan zien, het is maar een stukje staal van 2 mm met tapdraad erin. Als je te veel kracht zet, is het geheid kapot. Nu kunnen we hem weer terug in elkaar zetten en tijdens het in elkaar zetten gaan we hem ineens afstellen. En dat doe je als volgt. Je doet je keerbeitel en schaafbeitel terug op zijn plek. Hou wel rekening dat dat pinnetje hier terug in het gat valt, want anders werkt de spanmoer niet. Doe dan je dekbeitel er terug op en het hendeltje terug naar achter. Gaat deze te moeilijk, zet deze dan wat losser. Gaat die te soepel, zet die dan natuurlijk wat strakker. Vervolgens draaien we hem om en gaan we voelen. Nou, hij steekt eigenlijk te ver uit. Dus wat we nu gaan doen is met de spanmoer gaan we die aandraaien. Totdat hij verder naar binnen komt. Nou, nu heb ik praktisch geen uitstekend deel. Dus dan gaan we hem weer wat terugdraaien. Kijk, dat lijkt er al meer op. Mocht hij nou scheef staan, dan kan je met deze
je mes altijd richten. Zoals je hier ziet, gaat je mes opzij. En als je over de onderkant kijkt, kan je het beste zien. Zo, nu staat hem redelijk goed. Om de houten blokschaaf in elkaar te zetten, hebben we echter wel een hamertje nodig. En dat doen we het als volgt. We doen deze terug op zijn plaats. Hou wel rekening dat deze aan de achterkant komt, want daar is een uitsparing voor voorzien. Zo. Ik laat die meestal gewoon vlak op tafel rusten. Dan doe ik mijn spietje er terug in. En dan geef ik hem een paar kleine tikjes. Zo. En dan gaan we eens kijken. Nou, hij steekt eigenlijk te ver uit. Dus wat we dan kunnen doen, is hierachter een paar tikjes opgeven. Dan komt de spier weer terug los. Dan gaan we alles voelen. Nou, nu zit hij eigenlijk al te ver naar binnen. Nou, nu komt die oog eigenlijk gelijk met de onderkant. Dus nu kunnen we van boven een tikje opgeven. Nu zit hij al goed qua diepte. Nu gaan we de scheefstand nog instellen. Nou, net zoals bij de andere is het beste om langs de onderkant te kijken. Oké, deze kant mag nog wel iets dieper. Dan geef hem hier aan de zijkant een klein tikje. Kijk. Dat is perfect. En dan geef die nog een tikje en dan gaan we nog eens controleren. Nou, die is perfect. Zo. Deze is nu ook afgesteld. Zoals ik er straks had gezegd, komt deze qua afstellen redelijk goed overeen met de houten variant. En dat doe je ook als volgt. Je doet gewoon je schaafbeitel erin. En dan deze terug op zijn plaats. En dan draai ik aan het wieltje zodat ik een lichte spanning op voel. Kijk, nu kan ik hem niet meer met de hand. Ja, toch wel. Hij zat niet goed op zijn plek. Kijk, nu zit hij redelijk vast. Nou, deze staat volledig scheef en moet sowieso al dieper. En dat kunnen we doen aan de achterkant. Altijd even voelen. Nou, hij moet sowieso al wat dieper nog. Dan ga ik hem ietsjes vaster draaien. Nou, hij staat sowieso ook scheef. Deze kant moet dieper. Dus gaan we aan deze kant nog een klein tikje geven. Dat lijkt er meer op. Dan draaien we deze terug vast. En zo is deze ook afgesteld. Toch al een beetje kunnen zien hoe de houtschaaf in elkaar zit. Natuurlijk de onderdelenbenaming, hoe je hem in elkaar zet, hoe je hem uit elkaar haalt en hoe je hem afstelt. Nou, heb jij nog vragen over een van deze dingen wat ik hier vandaag heb laten zien? Laat het dan zeker eens weten hieronder in de video door een comment
Of ga naar mijn website www.thatsdiy, waar je trouwens ook alles stap voor stap terug kunt lezen, inclusief afbeeldingen. Maar daar vind je ook een pagina met contact. En daar vind je ook al mijn gegevens voor contact met mij op te kunnen nemen. Zo onder ook mijn Facebookpagina. Wil je in de toekomst meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan zeker op mijn YouTube kanaal. En ik zou het leuk vinden als jij deze video ook leuk vindt. En dat kan je doen door je beneden in de video op het duimpje omhoog te klikken. En dan nog eens iets. Ik ben erachter gekomen dat ik 54 abonnees heb sinds dat ik mijn YouTube kanaal goeie weg 2 maanden geleden begonnen ben. En ik vond het toch eigenlijk wel verbazingwekkend natuurlijk. Omdat ik na 2 maanden 54 abonnees heb. Dat vind ik toch wel veel. En daarvoor wil ik jullie bij deze heel erg bedanken. En ik ga bij deze ook beloven dat als ik 100 subscribers heb, dat ik een knalfeestje ga weggeven. Dus abonneer je zeker eens op mijn YouTube kanaal om dat te kunnen zien. En dan, mijn naam is Danny Visser. En tot de volgende keer.